Hele vette tuin. Hier gaan we allemaal saltjes op doen. Kijken wat we kunnen. Oh. Oh. Like. Subscribe. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we in de tuin van Luca en dit is een hele sikke tuin. We hebben hier een airtrack, zwembad, trampoline, nog een trampoline en een vieze sloot daarachter waar Timo zo meteen in gaat springen. Dus dit wordt gewoon een hele toffe video. Hele vette tuin, hier gaan we allemaal saltjes op doen, kijken wat we kunnen. Yes. Rutger kan niks, dus ik kan niks. Rutger die gaat filmen. Ja, ik ga filmen. Maar daar is Luca. Timo, ga alvast springen dan. Hey! Oké, let's go. Eerste saltetje, even een frontflip naar Arabier Dubfull. We doen een full line. Timo doet frontflip Arabier full. Ik doe frontflip Arabier Dubfull. En Luca doet frontflip Arabier Dubfull. Oh, let's go. Nee, wacht. Ik doe hem zonder frontflip. Netjes. Wow. Oké. Okay. Dubbel. Oké. Okay. Oh, dit. Sick. Oké, dit was nog maar de warming-up, jongens. Laat staan wat er nog komt. Ja. Lars komt zo meteen ook en die kan ook wel wat sikke trucjes. Let's go. Alvast even een likeje achterlaten en even abonneren hier beneden. Laat de reactie achter waar wij de volgende keer heen moeten. Voor jullie vandaag ben ik onderweg naar Bangladesh. Dat is een heel ver land in Azië en daar ga ik 3 weken lang mensen helpen met een beperking. Wil je op de hoogte blijven van het avontuur? Ga dan even naar mijn Instagram, Rutger-030. Volg het eventjes, want daar ga ik jullie op de hoogte houden van dit avontuur. Ja, echt even doen, want het is echt heel, heel, heel vet. Ik ga even wat saltjes doen op de Econ. Ik wil double back en double side sowieso even doen. En daarna gaan we waarschijnlijk flips doen in het water. Ease. En nu double side. Eén hoge side. Ja, makkie. Double side is op zich wel mijn trick, dus deze moet ik al kunnen. Maar ik vind het heel naar omdat deze boven de grond staat. En bij ons thuis is hij in de grond. Ja, precies. Maar ja, we gaan ervoor. Maar je hebt wel palen, hè. Als je valt kan je gewoon één vastpakken. Tuk, 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 tuk. Staan. Lekker, gast. Oeh, je had het niet vanaf. Nice. Okay. Ik doe nog een laatste dingetje en dan ga ik ze altijd in het water doen. Ik mag hem kiezen. Ja, cool. Rudy, backflip, full, dubbel full. Oh, gast. Die is wel echt challenge. Ik vind dubbel hier op echt extreem, denk maar we gaan ervoor. Full, full, full. En oh! Ik had hem eruit kunnen halen. Je had sowieso gekund. Die Rudy is heel raar. Ik kan hem hier maar niet. Maar het is ook wel lastig op die hoger staat, denk ik. Ja, ja. Maar in ieder geval, ik heb Rudy naar backflip naar full gedaan. Ook sick, ook sick. Ik heb gewoon nog niet zo'n goede dubbelvoel dat ik hier op dubbelvoel durf. Snap ik, snap ik. Ik ga als eerst in het water. Like! Subscribe! PC dichtbij, of niet? Hoi! Kwam ik hier zo dichtbij? PC dichtbij? Bro, je landde op die rand! Ik hoop dat ik het zo kan zeggen. Die dubbel side ging niet geweldig. Ik sprong echt inward zo ongeveer. Dus ik landde bijna op de rand. Maar ik was wel als eerste. Yes. Timo. Die vlij je meestal zwaar. Jij bent droog. Ja, ik ben al droog. Dus ik ga er nu in springen met een dubbel side. Lekker hoor, Tima. Je kan niet geweldig veel hier in het zwembad, omdat hij wel niet zo heel diep is. Dus we gaan die erin leggen. Ik kan hem niet eens vasthouden. Dan ga ik proberen salto's erin te landen. Oké, Mees, we beginnen met de frontflip. Oké, frontflip erin landen. Dat is overheen, hè? Ja, overheen. Landen in de band. Spot, spot, spot en ja! Weer op de band! Je landt op. Oké, okay, met sideflip gaat denk ik iets makkelijker. Sideflip gaat lukken, let's go. Hij is correct. Lekker! Hey, je had gelijk! Doordat we in het water springen, is de airtrack nu een beetje nat, dus daar kunnen we even overheen glijden. Ik ga kijken of ik in één keer in de sloot kan eindigen. Ik ga alleen niet in de sloot, ik ga gewoon stoppen, ja? En voor de mensen die niet weten, dat is echt super ranzig water, dus ik ben blij dat ik er niet in viel. Wat ik nu ga proberen is om mijn voeten zo ver mogelijk en dan een sideflip te poppen. Oh, dat is vet. Maar het is best wel lastig om te blijven staan, heb ik al een keer geprobeerd. Dus nu staan en sideflip poppen. En dan, oh dat is zo moeilijk. Oké, ik ga het proberen. Wel vet hoor. Dat is echt moeilijk. Dat is echt. Het ziet wel heel lijp uit. Want je moet echt omhoog, maar dat lukt niet. Oh, Lars gaat het ook proberen hoor. Wow! Ja, wow! Nou. Timo gaat.
Oké, Luca wel een beetje even ver. We zijn hier natuurlijk in de tuin van Luca. Luca heeft ook een YouTube kanaal, staat in het ietsje. Hij is Engelstalig, als je het leuk vindt, ga even kijken. En hij heeft natuurlijk heel veel goed op deze app, dus hij kan hier heel veel sikke dingen. Ja, oké, wat zal ik doen? Ja, ik hoor triple fulls, ik hoor double back. Ik ga een double backflip eerst doen, proberen. En daarna ga ik triple full. Is goed, één setje. Yes. Ja. Haal je? Ja. Hoppakee. Oh, nice. Lekker man. Oké, double back heb je afgevinkt. En nu nog triple full. Nu nog een triple fulltje. En wat nog meer? Double cork of zo. Oh, ja, maar eerst die triple full. Yes. Triple full wil ik zien. Ja. Die landing was echt raar. Oh. Oké, nu nog een double cork. Een double cork. Zo, niet normaal. Kan je ook nog kork naar kork? Ja. Drie keer. Drie keer. Ja, een beetje uitdaging, een beetje challenge. Okay. 1, 2. Oh, ja, nou, het zit er wel in. Het zit er wel in. Oké, nog een keer. 1, 2. Oh, gast! Ik trapte wel echt de hele tijd de air. Ja, dat maakt niet uit. Kijk, zolang je maar gewoon op air was en niet op steen. Want op steen had je zijn tenen verloren, maar... Zoals je ziet, eigenlijk niemand is meer aan het springen. Maar ik wil wel nog even springen, want ik heb er weer zin in. Ik heb lekker gegeten, dus ik heb weer energie. Ik ga met Luca even wat flippies hier op de lijnen doen. Een gainer van lijn naar lijn. Kijken of dat mogelijk is. Moet ik echt op de lijn? Ja, op de lijn landen. Oké, laten we dat proberen. Echt niet te voorbij, maar echt... Nee, de op. En ondertussen is de... Huis schoonmaker van de schoonmaakster van Luca Beest. Mijn butler. Nee. Net niet, net niet. Zo close. Kijken of ik hem kan. First try. Oh, die was niet eens close. Wacht even hoor. Ja, doe ik zeker nog wel voor. Die was closer. Hey Timo, kan jij dat ook? Nee? Gainer noemen wij dat in de friere wereld. Gainer. Nou, gainer of contra. Kan weet ik maar. Position. Ik vind gainer cooler klinken. Oké, Luca, wie hem het eerste krijgt. Ik heb 2 tries, jij hebt 1 try. Nee, dat was echt zo. Nee, het is echt wel lastig hoor. Let's go, dat was hem. Die tellen we. Oh, nee. Super ver omhoog. Ja, lekker. Die was goed. Oké, nieuwe challenge. Nog steeds op deze lijn. Moet je proberen Arabier flikvlak backflip. En je moet met je handen en met je benen zo dicht mogelijk bij de lijn. Hey, die was goed, toch? Je eindigde en je begon sowieso mooi op de lijn. Dat zeker. Nice. Ja, dat. Ja, dat was hem. Oké, kom, die kan je. Het begon wel redelijk. Ja, dat was me meteen. Oh, nice. Netjes, die was echt moeilijk. Dat was goed. Oh, ja, ook die handen zijn moeilijk op de lijn. Dat kan bijna niet. Ik hoorde net van Rutger dat ik kork naar kork moest proberen. Ja. Ik ga het proberen. Ik zeg niet dat het me lukt. Proberen kan altijd. Want ik heb een beetje last van mijn enkel, maar Timo hoorde ik net ook al. Dus gaan we samen proberen. Ik ga het ook doen. Oeh. Ah. Hij is moeilijk, gast. Oké, die was wel hoog. Die was wel echt hoog. Nee. Okay, power, kom al. Ja, ik moet nu even power hebben. Oh. Hij zet hem wel in, Okay, zet alleen een klein stapje erbij. Ja, lekker gast. Ik tik hem alleen aan. Dat moet ik moet dat voetje moet ik hier houden. Challenge. Rudy, vanuit deze rand. Backflip, tipvol. Zo, je maakt het wel lastig voor jezelf, jongen. Je zit er wel in. Lekker gast, heel sick. Laatst begin ik zelf altijd op de tumblingbaan. Had ik een best wel leuke challenge voor mezelf. Ik ga kijken of Luca die nu kan op zijn eigen airtrack. Namelijk, flikvlak backfull, flikvlak dubbelfull. Die is moeilijk, hè? Nee. Ja, nou? Oh. Hey, je zit wel warm. Ja. Nee. Oh, ik ben echt bang dat ik eraf ga. Ja, snap ik. Oh, je had wel veel snelheid of zo. Wel. Je had echt veel snelheid. Hey!
lekker, gast. Yes. Is dat voor het eerst? Ja, holy. Lekker, man. Ja, hij is echt wel moeilijk. Ja. Echt sick. Dames en heren, jongens en meisjes, wij hebben super lekker getraind in de tuin van Luca. Allemaal leuke flips gedaan. De volgende keer dat ik hier terugkom, doe ik sowieso Arabier double back. Deze keer had ik er gewoon niet genoeg energie voor. En nog best wel last van mijn rug. Dus, volgende keer. En dan zien we jullie weer terug bij de volgende video. Later. Yo.